In deze video ga ik jullie laten zien hoe je een nieuw account maakt in Clash of Clans. Misschien krijg je niet snel genoeg troepen en wil je jezelf kunnen doneren. Of misschien wil je gewoon weer vanaf stadshuis level 1 beginnen. Maakt niet uit wat jouw reden is. Als jij een nieuw account wilt beginnen in Clash of Clans, dan zit je goed bij deze video. Zoals jullie kunnen zien zijn we hier op Clash of Clans en ik zit hier dus nu nog gewoon op mijn main base. Maar zometeen gaan we dus een nieuw account aanmaken. En dat gaat redelijk snel, want het is eigenlijk best wel makkelijk om dat te doen. En zoals ik al zei, zijn er dus verschillende redenen waarom je misschien een extra account wilt aanmaken. Misschien is dit niet je tweede, maar al je derde of vierde account, noem het maar op. Een van de beste redenen die ik zelf kan verzinnen is gewoon om jezelf te kunnen doneren. Super handig om op ieder moment de nodige troepen aan jezelf te kunnen geven. Misschien heb je een eigen clan en heb je wat extra accounts nodig voor clan war te doen. Of je wil die clan supporten met wat extra aanvallen op de clan capital. Dat zijn er een paar waar ik nu aan kan denken, maar je hebt vast wel je eigen redenen ook. We gaan nu niet langer meer wachten en ik ga jullie meteen laten zien hoe dat moet. Laat zeker ook even in de reacties achter hoeveel accounts jullie hebben. Ik ben heel benieuwd. En als jij nu een nieuwe gaat maken, waar ga je hem voor gebruiken? Is het om opnieuw te beginnen of een van de andere redenen die ik net heb opgenoemd? Laat het zeker even weten. Maar wij zijn hier dus nu in de settings van Clash of Clans, want daar is waar je naartoe moet gaan voor een nieuw account te maken. En het allerbelangrijkste voordat je ook maar iets gaat doen, is dat jij kijkt of jouw account, jouw huidige account, jouw main account, verbonden is met Supercell ID. Supercell ID is dus eigenlijk het account waar jouw base is opgeslagen. Dus is jouw base niet gelinkt aan een Supercell ID, kun je hem heel makkelijk kwijtraken. En dat wil je natuurlijk niet. Je wilt je base niet kwijtraken, want er zit natuurlijk veel tijd in. Dus zorg absoluut dat jouw base verbonden is met Supercell ID. Dat is super belangrijk. En het is ook super makkelijk om in te stellen. Je hebt alleen een e-mailadres nodig, dat is alles. Maar goed, we zijn hier nu dus. En normaal gezien, als jij dus meerdere bases hebt en meerdere Supercell ID's, dan kun je hier op die pijltjes drukken. En dan zie je hier al jouw accounts. Dus je ziet hier, ik heb 3 accounts op dit moment. Ze zijn alle 3 verbonden met een Supercell ID. En ik kan nu gewoon hier bijvoorbeeld op een account klikken. En kijk, we zijn hier nu gewoon op mijn tweede account. Dus het is super makkelijk om te switchen van account. Maar daar gaat deze video niet om. Wij willen een nieuw account maken en daar dus een vierde bij krijgen. En daarvoor ga je niet naar de pijltjes. Maar je klikt hier dus de knop daarnaast op openen. Dan krijg je je Supercell ID, friendlist en profiel te zien. Maar wat hier belangrijk is, is dat je gaat naar het settings-icoontje. Dat dus rechtsboven jouw profielfoto staat. Wat in mijn geval nu het varken van Heyday is. En daar klik je dan op. En dan zie je hier wat settings. Een deel van dit zal voor jullie geblurred zijn. Want hier staat natuurlijk gewoon mijn e-mailadres en zo bij. Maar als jij dus naar beneden scrolt, dan kun je hier van account wisselen. Dat deden we net al met die pijltjes. Maar je kunt je ook afmelden. En dat is wat we dit keer gaan doen. We gaan ons hier afmelden. En dan krijg je dit scherm hier te zien. En dan kun je je weer aanmelden met een Supercell ID, maar dat willen wij niet. Want je kunt je alleen aanmelden met een Supercell ID als je al een base hebt. Dus je kunt hier ook klikken op spelen zonder Supercell ID. En dat gaan we nu even doen. En wat we hier zien nu, de base laat. Hij herkent een base, maar wij gaan nu even op annuleren drukken. Want onze base is safe, is verbonden met Supercell ID. Wij gaan een nieuwe base maken. En kijk eens aan, de villager welkomt ons alweer. En zegt dat we gewoon weer kunnen beginnen. We zijn hier gewoon op een status level 1 base. En zo simpel is het. In een paar klikjes heb je gewoon een nieuw account voor je. Je moet dan de tutorial even doen. En dat gaan wij intussen tijd doen. En als je die tutorial eenmaal gedaan hebt, kun je dit account dus ook met een nieuw e-mailadres verbinden. Waardoor dat je die ook voor altijd opgeslagen hebt. En dan kun je heel makkelijk switchen met die pijltjes die we eerder zagen. Ik heb al lang geen nieuw account meer gemaakt. De 3 accounts die ik heb zijn al lange tijd geleden gemaakt. Dus ik heb dit scherm echt al lang niet meer gezien. En ik heb al lang die tutorial niet meer gedaan. Dus we zien hier ook die goblin die ons weer aanvalt. En we moeten snel een kazerne bouwen, denk ik. Nee, we moeten een kanon bouwen. Juist, ik was al vergeten dat dat het eerste is wat je bouwt. Een kanon om je beest te verdedigen. En wij gaan natuurlijk ons kanon hier zetten. We willen onze goudmijn beschermen. Want dat is natuurlijk zo belangrijk. En oh, no way dat wij hier 1 gem aan betalen. Wij gaan lekker saven. In 10 seconden tijd probeerden ze al een gem van je te pakken. Ongelooflijk. Maar hier komen dus de goblins aan. En ja, die gaan nu natuurlijk proberen ons kanon hier te verslaan. Maar dat gaat niet lukken, want we hebben zo'n sterk kanon. De volgende stap is natuurlijk nu om een aanval te doen snel. En je krijgt hier natuurlijk wizards voor. Wij gaan 1 wizard gebruiken en deze sparen. De rest sparen we gewoon. Waarom zou je er 3 gebruiken als 1 hier al het werk al doet? Die andere 2 kun je sparen voor bijvoorbeeld te farmen. En wat loot te verzamelen later. Het duurt nog even voordat jij wizards unlockt. Want je bent natuurlijk maar status level 1. Wauw, dat gaat lekker, zegt ze. Maar dit is natuurlijk niet onze eerste keer. Dus wij zijn natuurlijk pro-clashers.
En wij gaan nu ons tweede gebouw plaatsen en dat is een nieuwe bouwketen. Dus wij gaan hier onze tweede builder al krijgen. En dat kost ons 250 gems. Maar we gaan nu nog wat extra gebouwen bijplaatsen. We moeten nu natuurlijk onze elixirpomp plaatsen. De pomp is klaar, maar nu moeten we natuurlijk nog de storages plaatsen. We hebben ook nog altijd geen goudopslag. Dus die gaat waarschijnlijk hier nageplaatst worden. Dat dacht ik al. Dus de elixirtank is klaar. En nu moeten wij natuurlijk nog even een goudkluis plaatsen. En ik weet niet wat hierna komt. Natuurlijk, kazerne. Had er even niet meer aan gedacht. Natuurlijk moeten we de kazerne ook gewoon plaatsen. En wauw, ik heb dit echt al veel te lang niet meer gedaan. Status level 1. Nu trainen we wat troepen. Wat kunnen we trainen? Natuurlijk, barbaren kunnen wij trainen. Dat is het enige wat we hebben. En nu is het alweer tijd voor de tweede aanval. We gaan de kobolden weer even helemaal plat leggen. We hebben hier alleen een boogschutterstoren die tegen onze barbaren moet gaan vechten. Maar kijk, die barbaren, die zijn... Oh, die zijn eigenlijk heel erg zwak. Dus we gaan er een paar bij zetten. En in de tussentijd eentje die hier al dat gebouw gaat neerhalen. Maar wauw, wat zijn die barbaren level 1? Super zwak. Ik ga er een beetje snel door nu, want ja, wie wilt er nu kijken naar 8 barbaren die een boogschutterstoren neerhalen in 1 minuut tijd? Niemand. Blijkbaar wil de villager dat wel zien, want ze vond het gevecht echt helemaal geweldig. Maar het is tijd om een naam te kiezen. En daar moet ik toch even over nadenken. Hoe wil ik mezelf noemen op dit account? Ik heb per ongeluk op bevestigen gedrukt, dus je ziet hier jammer genoeg niet het accountnaam. Maar ik heb dus gewoon een kortere versie van de naam van mijn main account gegeven. Dus bijna hetzelfde, maar voor mij dus herkenbaar dat dit dus een stadshuis level 1 account is. En nu kunnen wij dus gewoon ons stadshuis upgraden. Het is tijd. Wij gaan naar stadshuis level 2. Wat een upgrade. We gaan ons stadshuis level gewoon dubbelen. En we gaan hier nu naar level 2. Hoppakee, ons stadshuis is geupgrade. En dat is nu eigenlijk volgens mij zo goed als alles dat we konden doen. Dus de tutorial is zo goed als voorbij. We zien hier de twee builders dat we hebben. Voor de rest is het nu belangrijk dat je dus het account koppelt met een Supercell ID. Zoals jullie kunnen zien is hier rechtsboven dus niet verbonden met een Supercell ID. En daar kunnen we dus op klikken. En dan kunnen we hier een e-mailadres aan ons account verbinden. Dus we klikken hier even op volgende. We gaan aan de slag. En we gaan een Supercell ID aanmaken. En zoals ik eerder in de video al zei, heb je daar dus enkel een e-mailadres voor nodig. En dan ben je zo goed als klaar om te switchen tussen je accounts. En dat was het. Nu zie je hier dat er openen staat. Je account is verbonden. Je kunt op de pijltjes drukken. En je ziet hier, ik heb nu een Stasis Level 2 account onderaan staan. Maar ik kan dus gewoon makkelijk terug naar mijn main account switchen. En je hebt nu gewoon een nieuw account gemaakt in Clash of Clans. Dat was het alweer voor deze video. Bedankt voor het kijken. Laat zeker even een like achter en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Kijk ook zeker even de video die je hier naast mij kunt zien. En voor de rest zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.